Welkom bij het programma Dorpsgericht Werken, de manier van werken van de gemeente Drimmelen. Vandaag zijn we te gast in het ontmoetingscentrum bij de Ganshoek. En ik heb aan tafel Marianne Opprins van Soplu en Jan Luiten, coördinerend vrijwilliger hiervan het ontmoetingscentrum. En het is een hele bijzondere reden, Marianne, want jullie zijn kanshebber op een appeltje van oranje. En appeltjes van oranje, dat wordt georganiseerd door het Oranjefonds. Kun jij iets vertellen over het Oranjefonds? Ja, dat kan ik. Ja. Het Oranjefonds is eigenlijk een van de grootste landelijke organisaties die sociale initiatieven stimuleert. En zij schrijven één keer per jaar een wedstrijd uit. En die wedstrijd die heet Het Appeltje van Oranje. Ja, en dat is een hele bijzondere wedstrijd. Want ze doen inderdaad veel meer Burendag en al doet, noem maar op. De Appeltje van Oranje, kun je daar iets meer over vertellen? Ja, Appeltjes van Oranje is dus een jaarlijke wedstrijd, noem ik het maar. Waar alle sociale initiatieven zich voor aan kunnen melden. En elk jaar heeft dat een thema. Ja, en het thema dit jaar is bruggenbouwers. En toen ik dat hoorde, toen dacht ik, nou weet je, ik ga de huiskamers van Soplu aanmelden voor een Appeltje van Oranje. Want wat wij hier doen zijn echt bruggenbouwers. Oké, bruggenbouwers zeg je, en dan heb je het over de huiskamers. Dan heb je de huiskamer van Lage Zwaluwe en Ter Heide bedoel jij denk ik, hè? Ja, de gemeente Drimmelen heeft twee huiskamers in zijn gebied. En dat is hier in Lage Zwaluwe bij de Ganshoek en in Ter Heide bij het Antonius Abt. Ja. En dan zeg jij van wij bouwen bruggen, dan ben ik wel benieuwd wat jij daaronder verstaat. Ja, nou onder bruggenbouwers versta ik verbindingen leggen, zorgen dat iedereen mee mag en kan blijven doen. En dat is hetgene wat wij doen binnen die huiskamers. Wij leggen verbindingen tussen vrijwilligers en bezoekers, tussen organisaties en bezoekers, tussen het dorp, de buurt en de ontmoetingsruimte. Dus dat doen wij. Het leuke was dat ik net met Marianne zat te praten over een vergadering die we willen beleggen of meerdere. En of we dan ook hier terecht kunnen. En we zijn van harte welkom. Zeker. Hartstikke leuk. Weer een brug gebouwd, Marianne. Ja. Naast jou zit Jan Luiten. En Jan, ik zou aan jou wel eens willen vragen. Jan, waarom is die huiskamer zo belangrijk voor de bewoners hier in Lage Zwaluwe? Nou, de huiskamer is zo belangrijk omdat is dan specifiek natuurlijk voor alle ouderen dat ze hier elke middag terecht kunnen. Elke middag, ja. Elke middag. Ja. Dus zowel wat ze ook willen doen, ze mogen vrij komen kaarten, ze mogen een vrij kopje koffie komen drinken. En het voordeel is, die brug die waar Marianne het dan over heeft, dat is dan ook weer het voordeel van uit Soplu uit naar een activiteitencommissie. Ja, dat we daardoor ook, omdat we met vrijwilligers werken, de prijs heel laag kunnen houden. Wat nog belangrijker vind ik, dat we dus in hetzelfde gebouw zijn, waar ook een verzorgende afdeling is. Dus dat wil dus zeggen, als wij hier een activiteit organiseren, dan kunnen ze het ook vanuit de zorgafdeling met de rollator, of desnoods op bed liggend, kunnen ze toch hier een activiteit bijwonen. Ja, en wat ik me dan altijd afvraag, hè Jan, het is fijn dat jullie bij een zorgcentrum in de buurt zitten, hè, maar komen er ook mensen uit het dorp hier naartoe? Ja. Dus die brug hebben jullie ook geslagen, ook naar buiten toe? Ja. Nou, dat is heel fijn, dat is heel mooi. En wat kunnen mensen hier doen? Want ik kijk zo hier eens rond, hè. Biljarten zie ik hier, ik zie ze hier lekker joelen. Daarachter zitten ze te kaarten volgens mij. Zijn er nog meer andere dingen te doen? Ja, we hebben dus nou, het staat er aanstaan, 25 mei staat er weer een middag op het programma. En dan komt het seniorenorkest uit Oosterhout. Mm-hmm. En 3 weken terug hebben we het seniorenorkest uit Maden gehad. Mm-hmm. Ja, en dan in juni hebben we dus weer een middag en dan komt er het seniorenkoor uit Moerdijk, kom je optreden. Dus we hebben regelmatig, organiseren we middags activiteiten. Daarbij hebben we dan ook nog dus biljartcompetities, kaartcompetities, schoolcompetities die functioneert. Nou, ze kunnen ook hier vrij naar de middag komen en zien dat daar zitten ze te schrebbelen. Hè? En je hoeft hier geen lid te zijn. Ik ga even naar Marianne terug. Van Marianne, je kunt zomaar hier binnenlopen als je dat zou willen. Ja. Ja, en dat kan eenmalig, dat kan iedere middag, maakt niet uit. Ja, je hoeft geen lid te zijn. Je hoeft ook geen indicatie te hebben, hè, waar we het wel eens over hebben. WMO-indicatie, WLZ-indicatie. Deze ontmoetingsruimte en deze huiskamer die we hier binnen hebben gevestigd, is vrij beschikbaar voor iedereen. Ja. En ik kijk even naar achter, hoor. Hoe vinden jullie het hier, dames en heren?
Gezellig? Nou, dat is hartstikke fijn. Dan zag ik al, jullie moeten nu even stil zijn omdat wij ons programma aan het maken zijn. Maar het was lekker aan het sjoelen. Jullie waren volop bezig. Dank voor jullie stoppen eventjes. Ja. Maar volgens mij, Marianne, kun je hier ook eten? Ja, klopt. Ja. Iedere dag? Iedere... Nee, wij hebben hier 3 keer in de week, op dinsdag, op donderdag en vrijdag, kunnen hier mensen komen eten. Ja. En het eten wordt bereid door vrijwilligers. We hebben echt een 3-gangen verse maaltijd, warme maaltijd. Dus een voorgerecht, hoofdgerecht en nagerecht. En het zit hier gewoon vol. We zitten hier op vrijdag zitten hier tussen de 25 en 30 mensen te eten. Marianne, ik ga jou even onderbreken, want we hebben altijd maar kort tijd. Ja. En wat jij heel belangrijk vond, is om de mensen thuis en in het land op te roepen van stem op dit initiatief. Hè? Ja. Hoe werkt dat? Wanneer kunnen ze stemmen? Waar kunnen ze hun stem uitbrengen? Vertel het ons. Ja, nou, waar ik mee begon is, we doen mee met die wedstrijd Appeltjes van Oranje. Daar zit een stukje stemmen aan. En hoe meer stemmen je krijgt, hoe sneller je doorgaat naar de volgende ronde. De stemronde begint op 29 mei. En dat stemmen dat gaat via internet, dat gaat online. Op de website van Surplu, www.surplu.nl, kun je een link vinden. Dat is daar kun je op klikken. En als je daarop klikt, dan kom je terecht op de website van het Oranje Fonds waar je je stem kunt uitbrengen. En ik wil heel graag zoveel mogelijk mensen oproepen om te stemmen. Want elke stem telt. En als wij weer door kunnen gaan naar de volgende ronde, krijgen wij meer bekendheid voor de ontmoetingsruimte, meer bekendheid voor die huiskamers en bereiken we dus ook meer mensen. En dat is hetgene wat we het allerliefste willen. Nou, ik hoop dat heel veel mensen thuis dat doen. Heb je moeite? Ga naar Take 5, die kunnen je helpen met zo'n link. Of loop hier in de huiskamers even binnen. Daar zijn altijd mensen met een mobiele telefoon die je kunnen helpen. Dus doe het stem vooral op dit mooie appeltje van Oranje. Ik wil Marianne en Jan heel hartelijk danken. Maar ook jullie voor zo lekker even rustig zitten, kunnen jullie nu weer lekker gaan sjoelen. Dankjewel en tot de volgende maand.